tweede helft gaan we het hebben over de mensen die het echt moeten gaan doen. We hebben straks twee rectoren van middelbare scholen over hun visie op de toekomst van het onderwijs. Maar we beginnen eerst met de datateams van de Universiteit Twente. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Sydney Poortman en Kim Schildkamp. Ja. Dames, welkom hier bij Tech Talk Late Night. Goedenavond. Cindy. Hallo. Kim. Hi. Oh ja, ik kan ook wel aan weerszijde gaan staan, ook gezellig. Kim, jij bent universitair docent. Jij bent een postdoc, Universiteit Twente. De data teams. Ik lees allemaal van dat mooie jargon. Opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken, daar gaat het bij jullie om, hè? Wat houdt dat precies in, Kim? Dat gaat eigenlijk om, tenminste zoals wij het definiëren, is dat scholen hebben heel veel gegevens. En waar het om gaat is op een goede manier gebruik maken van die gegevens om je onderwijs te verbeteren, zodat het uiteindelijk ten goede komt aan de leerlingen. Ja. Dus de leerlingen centraal. Oké. En wat voor gegevens kunnen we aan denken? Want het zijn gegevens die er al zijn, dus blijkbaar. Ja, in principe is dat de insteek. Gegevens die scholen al hebben. Scholen hebben inderdaad al heel veel gegevens, maar gebruiken die nog niet altijd effectief en efficiënt om de resultaten te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om inspectiegegevens, examenresultaten, toetsgegevens, CITO-gegevens. Oh, dus je hebt niet een vast format of zo van dat soort spullen. Dan beginnen we eigenlijk alles wat ze hebben. Nee, want het uitgangspunt is het probleem waar de school zelf mee aan de slag wil. Bijvoorbeeld een school wil aan het doorstroom werken. En dan gaat het om de data die daarbij passen. Dus het is niet data gestuurd, maar het is vanuit de context waar de school mee aan de slag wil. Ja, want hoe werkt dat in de praktijk? De scholen benaderen jullie of jullie komen daar zelf aan van Het leuke is dat we gestart zijn vanuit de scholen. Dat er vanuit de scholen heel veel behoefte was van ja, we moeten nu ineens opbrengstgericht werken. Uh-huh. Hoe doe je dat? Van ja, jullie zijn daarmee bezig, kunnen jullie daarbij ondersteunen? En wij hebben een aantal jaar geleden een hele mooie methode ontwikkeld daarvoor. En dat kwam dus heel mooi samen toen. Ja, want jouw titel is inderdaad van data-driven curriculum. Nog iets, kijk, ik had het hier ergens op geschreven. Ja, ik vond het zo mooi. Oh ja, data-informed curriculum reform. Dat is jouw leerstoel, zal ik maar zeggen. Dus er is een stuk wetenschappelijke ontwikkeling en directe praktische toepassing. Maar wat je zei net al, inderdaad, het opbrengstgericht werken, dat is ook iets wat vanuit de overheid wordt opgelegd. Maar in de wetenschap zelf is dat dus ook een soort trend, dat mensen daar steeds meer mee bezig zijn. Ja, het is eigenlijk uit Amerika komen overwaaien. Daar lag heel erg de nadruk op scholen die afgerekend worden op basis van gegevens en dan met name leerprestaties. En wij neigen daar nu ook een beetje naar, maar wat wij heel erg proberen te benadrukken is aan de ene kant heb je de verantwoording, dat is ook belangrijk, maar bij ons staat de schoolverbetering en de professionalisering van de docent centraal en dus niet zozeer die verantwoording. Ja, dat zeg je wel, maar die twee gaan natuurlijk wel vaak samen. Ja. Kijk, je gaat meten en dan komen die cijfers naar buiten. Nou, dan krijgen we natuurlijk Alette Barmans, die wil dat allemaal openbaar maken. En dan zeggen die ouders, hey, potverdikke, de leraar-ratio klopt helemaal niet op school. En jullie zeggen dat het allemaal verandert. Je komt wel een soort politiek krachtenveld terecht natuurlijk met je meting. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik denk wat heel belangrijk is, waar wij mee beginnen, is vanuit de school zelf. Waar loop je nu al jarenlang tegenaan? En dat zijn vaak problemen die al jarenlang spelen. Van, nou ja, de doorstroom in de bovenbouw is al jarenlang onder de maat. Of ieder jaar balen we weer van onze examenresultaten Engels. Ja. En daar beginnen wij. En natuurlijk wordt het ook wel vaak ingegeven vanuit die verantwoording en vanuit de onderwijsinspectie. Want als je doorstroom niet goed is, dan is de onderwijsinspectie die je daarop wijst. Ja. Maar het is wel vanuit de school, wij willen hier nu aan werken. Ja, maar dat komt er misschien vanuit de schoolleiding, neem ik aan, dat zij bij jullie komen. Maar dan start waarschijnlijk ook een soort zwarte pietenspel, hè? Want dan heb je die meting gedaan. En dan zegt die leraar van ja, maar bij ons scoren ze laag op wiskunde, omdat die klassen voor mij er gewoon helemaal niks aan doen. Zie je nou wel? Hoe ga je daarmee om? Nou, het initiatief kan wel vanuit de schoolleiding starten, maar de datateammethode die hiervoor ontwikkeld is echt een stappenplan waarmee we met een team van docenten en schoolleiders, 4 tot 6 docenten en 1 tot 2 schoolleiders, met een concreet stappenplan om het probleem op te lossen aan de slag gaan. En dat probleem wordt dus al in de eerste bijeenkomst op tafel gelegd en verschillende mensen brainstormen erover van hoe kunnen we dat aanpakken, waar komt dat door. Maar ten eerste, wat is nu eigenlijk het probleem? Staan we er allemaal achter? En ook meteen al hebben we er data bij om te bewijzen dat het een probleem is. En heb je ook wat commitment natuurlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Want je zei al doorstroom inderdaad, uitval. Wat voor soort problemen komen scholen mee bij jullie? Ja, te veel zitten blijven ze in een bepaald leerjaar. Lage examenresultaten, Engels of wiskunde bijvoorbeeld. Maar ook in de brugklas
lage toetsresultaten, wiskunde bijvoorbeeld. De meeste thema's is doorstroomrendement en examenresultaten. Ja. En zit er ook een bepaalde continuïteit? Want je komt daar en dan is het acuut en dan doet ook iedereen mee natuurlijk. Maar dan heb je die meting gedaan en zeggen ze, oké, nou, de doorstroom ligt dus aan dat. Maar dan wil je natuurlijk wat continuïteit. Lukt dat een beetje? Of is het gewoon hit and run en... Nou, die continuïteit zit erin. Dat Zwarte Pietenspel, dat wordt inderdaad veel gespeeld, als we het zo noemen. Problemen in de bovenbouw worden natuurlijk altijd veroorzaakt door de onderbouw. Problemen in de onderbouw worden veroorzaakt door de basisscholen. Dat natuurlijk is meestal de eerste hypothesis die we onderzoeken. Nou, ik zie hem hier mooi staan, hij is niet leesbaar. Ja, maar wat we doen is, we gaan die hypothesis onderzoeken met behulp van data. En heel vaak blijken die eerste hypothesis die mensen hebben, dus die onderbuikgevoelens, niet te kloppen. En dat is het mooie eraan, want dan... leren mensen eigenlijk hoe belangrijk die data zijn. Van, want als die veronderstelling van mij niet klopt, dan kloppen andere veronderstellingen misschien ook niet. Dus misschien moet ik toch wat meer gebruik gaan maken van die data in mijn onderwijs. En dat is waar wij naartoe willen. En dat zien we nu ook in onze projecten ontstaan. Dat een docent aardrijkskunde zegt van, ja, ik zit in een datateam doorstroom, maar ik had een toets afgenomen en die werd heel slecht gemaakt. Dus ik ben met de vaardigheden die ik nu heb eens even gaan kijken waar dat nu door kwam. En ik weet nu wat ik de volgende les anders moet doen. Oh, je kunt dus misschien ook juist het Zwarte Pietenspel tegengaan daardoor. Want ja, je kent natuurlijk ook wel van die stokpaardjes inderdaad. Het ligt aan de onderbouw, nee, het ligt aan de bovenbouw. Dan kun je ook een beetje ontzenuwen op die manier. Blijven hangen daarin, hou je tegen. En dat is echt een eye-opener, dat het toch niet aan de basisscholen ligt. Of toch niet aan de VMBO-instroom ligt, als het om de HAVO gaat bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Hoeveel scholen doen er inmiddels mee? In totaal zullen we met dit onderzoek tot 2015 meer dan 30 scholen begeleiden. Okay. En er zijn nog steeds scholen die... wekelijks interesse tonen hierin. Okay, ja. Want het is dan weer een wetenschappelijke vraag natuurlijk. Als je dan een kritiek aantal hebt, kun je niet alleen de school met zichzelf vergelijken, maar ook weer beter met elkaar vergelijken. Zit je op dat niveau nu of is het wat dat betreft niet echt een representatieve steekproef, om het maar even zo te zeggen? Dat is wel wat wij in het onderzoek natuurlijk trachten te doen. Kijk, in het onderzoek proberen wij aan te tonen dat de methode die wij ontwikkeld hebben werkt als het gaat om professionalisering en werkt als het gaat om schoolverbetering. Ja. En we hebben inderdaad nu langzamerhand genoeg massa om dat ook te kunnen bewijzen. Ja. Kevin, voor de wetenschap zelf is het natuurlijk interessant. Nou, jullie zijn allebei al gepromoveerd, dus dat hoef je niet meer te doen. Maar hoe voeg je die kennis weer terug naar het wetenschappelijk veld? En wat vinden zij van jullie, van wat jullie doen? Hè? Zeggen ze gewoon, oh ja, dat is leuk derde geldstroom? Of zeggen ze van, nou, echt wat jullie doen, dat is veldonderzoek waar we wat aan hebben? Ik denk dat laatste, we publiceren er heel veel over en we komen veel op conferenties. We hebben net een boek uitgebracht waar ook de datateams in staan. En er komt gewoon ontzettend veel interesse op. En we proberen ook op elkaars werk voor te bouwen. De datateammethode is ook ontstaan op basis van wetenschappelijk werk wat andere mensen voor ons hebben gedaan. Ja. Oké, want je zei net al, van het kwam overgevlogen uit de Verenigde Staten, maar je doseert bijvoorbeeld ook in Nieuw-Zeeland en in Engeland en zo. Als je Nederland nou vergelijkt met andere landen, hoe doen wij het met opbrengstgericht werken in het onderwijs? Liggen we voor of moeten we het allemaal nog ontdekken? Of? Ligt eraan waar je het mee vergelijkt. Als je het vergelijkt met de Verenigde Staten en Engeland, liggen we heel erg achter. Als je het vergelijkt met Duitsland en België, de omringende landen, dan liggen we weer wat voor. Het zijn ook andere schoolsystemen. Is dit echt een anglo-saxische benadering van wat het opbrengstgericht werkt? Dit klinkt ook een beetje rationeel, hè? Weet je, you have a target, you need to improve yourself en voilà. Het is ook een beetje een cultuur iets. Het vergt ook een hele cultuuromslag. Het is anders dan wat wij in het onderwijs gewend zijn. Wat ik zelf, ik geef ook les op de universiteit. Mijn eerste reactie als ik een tentamen af heb genomen en het slecht gemaakt, dan zeg ik, ja, die studenten hebben niet geleerd, die waren alleen maar aan het feesten. Ja. Terwijl je ook gewoon naar jezelf moet kijken van, oké, wat kan ik daaraan doen, zodat het de volgende keer wel goed gaat. En dat merk je in het onderwijs ook. We zijn gewend om van, we hebben een probleem, we nemen een maatregel. Ja. Zonder te kijken waardoor dat probleem veroorzaakt is. En dat proberen wij te bereiken. Oké. Wat is de toekomst van deze methode? Je hebt nu 30 scholen. Hè? Er zijn natuurlijk veel meer. Gaat zich dit uitbreiden, denken jullie? Is wel de bedoeling. Daar zijn we mee bezig. Nou ja, Cindy zei al, we krijgen elke keer nog weer nieuwe aanvragen voor scholen die graag een datateam willen. Daar proberen we aan te voldoen. En wat nog leuker is, dat er ook waarschijnlijk een project gaat starten in België met de datateammethode. Okay. Met Engeland zijn we bezig, dus we gaan langzaam maar verder. Ja, internationaal. En we zijn nu vooral onderzoek aan het doen in het voortgezet onderwijs. Maar het kan natuurlijk ook voor andere sectoren interessant zijn. MBO, primair onderwijs.
ja, het is gewoon een concreet stappenplan waarmee je met opbrengstgericht werken verder kunt komen. Zijn jullie erin ook niet een beetje afhankelijk van de politiek? We hebben natuurlijk CDA's en VVD'ers bij onderwijs gehad. Nou, die zijn natuurlijk heel erg voor een rationeel model van hè, je moet excelleren, je moet verbeteren, meten, vergelijken. Straks we krijgen nou ineens een rode regering of zo. Die zeggen van nou, niet zo moeilijk doen. Geef ze gewoon allemaal een zak geld en lekker kletsen. Is dat een risico in jullie werk? Nou, ik denk, tuurlijk... profiteren wij er nu? Ja, profiteren is niet helemaal het juiste woord, maar het is fijn dat er nu zoveel nadruk vanuit de overheid is op opbrengstgericht werken. Maar ik denk, ook voordat er zoveel aandacht was, het hele idee daarachter, je hebt bepaalde doelen en je moet kijken met behulp van gegevens of je je doelen al dan niet behaalt. Of dat nou op schoolniveau, op klasniveau of op leerlingniveau is. Volgens mij kan niemand ontkennen dat dat nu belangrijk is en altijd belangrijk blijft. Oké, dus in die zin blijft dat wel. Als je die scholen ook meekrijgt natuurlijk, hè? Want als het werkt, ja, geloven ze er zelf ook wel in. Ja. Jullie zijn natuurlijk dol op meten, hè? Maar je kan niet alles meten. Als je nou gewoon de vrije keuze mocht hebben, hè? Er is geen privacywetgeving, er is ook geen servercapaciteit tekort. Je kunt gewoon alles verzamelen van scholen. Wat zijn gegevens waarvan jullie denken van nou, vooralsnog konden we dat niet meten. Misschien de stappen tellen of glucose meten van Joost. Om even zo te denken. Wat zouden jullie willen meten wat nu nog niet kan? Heel goed. Of is alles er al? Nou, ik denk dat we heel veel meten, maar ook nog niet alles goed meten. Tenminste, als ik kijk naar sommige gegevens waar wij mee werken. Dat je wel echt veel vragen kan stellen bij de kwaliteit van de gegevens die beschikbaar zijn op sommige scholen. Okay. Dat ik denk van nou, daar is nog wel een slag in te maken. Waar wij ook veel nadruk op leggen is dat het dus betrouwbare en valide gegevens zijn. Dat bijvoorbeeld als het om vragenlijstgegevens gaat, dat het dan een goede vragenlijst is. En we zijn bij veel scholen geweest waar de vragenlijst bijvoorbeeld over tevredenheid of motivatie van leerlingen, dat het geen goede vragen waren, dat er dubbele ontkenningen in zaten, dat soort dingen. Dus dan is al een goede stap en winst te boeken op dat gebied. Wat ook heel leuk is, kijk, onze insteek is wel gegevens die al beschikbaar zijn, ook om het haalbaar te houden. Ja. Maar soms is het ook zo dat de vraag echt is van, zit het nou in een proces van een leerling? Wat zit er nou achter dat een leerling blijft zitten? En we raden soms dus ook datateams aan om kwalitatief onderzoek te doen. Dat wil zeggen dat ze interviews gaan houden, dat ze leerlingen gaan observeren. En de eerste reactie is dan soms, ja, maar we kunnen toch niet leerlingen gaan vragen? Terwijl je staat dagelijks voor de klas voor leerlingen. Dus waarom zou je nou juist niet de leerlingen vragen hoe zij het ervaren, wat ze ervan vinden? En dan begeleiden we ze weer bij het soort interviews, het type interviews en hoe je dat uitvoert. En dat levert ook hele interessante informatie op, waar docenten ook heel enthousiast van worden. Van hé, als we de leerling vragen, zegt hij dit of dat. Dus dat is niet zo kwantitatief meten, maar het is wel data. Het is natuurlijk ook wel een leuk bijeffect. Je bent ondertussen de leraar aan het bijscholen in wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat is zeker een beetje opvoeden. Eigenlijk ook een van de doelen die we hebben. Ja. Maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk wel aandacht houden voor de kleintjes en niet te veel voor de getallen, toch? Uiteindelijk staat de leerling centraal. Maar wat wij doen met scholen is ze laten zien dat je door gebruik te maken van die gegevens je de leerling nog beter kan bedienen. Ja. Dan zonder dat je dat daarvoor deed. We hadden bijvoorbeeld een team wiskundedocenten. En dat had problemen met de wiskundeprestaties in de brugklas. En zij gingen naar hun schoolleider. Ja, we hebben meer uren nodig. Ja. En uiteindelijk bleek uit het datateam dat de hoeveelheid uren helemaal niet datgene was wat het probleem veroorzaakte. Maar de manier waarop zij die uren aan het invullen waren wel. Dus met behulp van gegevens kan je heel specifiek beter onderwijs leveren aan die leerling. Dat is helemaal mooi. Dus er komt zo'n schoolleiding bij jou, we hebben een probleem. En dan zeg je, je hebt eigenlijk helemaal geen probleem. Dat is ook wel eens leuk natuurlijk. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat dat ook nog af en toe gebeurt. En dat ze nog alle aandacht hebben voor de school. En nou, de datateams die komen er wel. Dus ik hoop dat jullie van 30, 40 naar 50, die straks heel Nederland wordt doorgemeten, vergeleken, dat allemaal beter wordt. Goed, hartelijk applaus. Kim Schildkamp en Cindy Poortman. Dank je wel. Ja.